Dag iedereen, aflevering 3 van de Outdoor Gymfit Cup. We zijn aangekomen bij de categorie 16 tot 18 jaar. Bij de meisjes beginnen we. En vandaag nemen Zoë de Poortre en Aagje de Vliegeren tegen elkaar op. Zoë is 16 jaar, lid van Moving Baasrode, doet aan ropeskipping. Aagje is lid van gymclub Altis Eeklo, doet aan tumbling en is 18 jaar. Heel erg benieuwd wie het haalt, Zoë of Aagje. We beginnen eraan, aan de eerste proef voor Zoë de Poortre, de 800 meter. Ze is dus 16 jaar, lid van Moving Baasrode, Luca. Ja, ropeskipping, dat is sprongkracht, dat is coördinatie. Een 800 meter, is dat dan haalbaar? Ik denk het wel. Je ziet ook dat... Snelle start, hè? Ja, voilà. We hebben echt een vliegende start genomen. Zeker nu ook niet aan het vertragen. Ze is een gymnaste van het A-niveau. Ze traint 3 keer per week. Haar favoriete onderdelen in het ropeskipping zijn speed en double dutch. Speed. Leg eens uit, Luca. Ja. je bent geen expert, ja. Nee, maar je weet er wel iets over. Hè? Je hebt je licht opgestoken. Ja. Je bent voorbereid, Luca. Ja. Dat wil zeggen dat je een touw gebruikt dat van ijzer is gemaakt. Dat gaat toch wel een stuk sneller. En dan kunnen... Ja, dus ze zitten nu eigenlijk niet in hun comfortzone. Ja. Nu moeten ze eigenlijk expres wat trager gaan springen. Maar ja, ik verwacht. Maar nu is het aan het lopen, hè, Luca. We gaan daarop focussen, want we komen bijna aan het eerste tussenpunt. Ja. De 400 meter, dat komt nu wel in zicht. Ik denk nog 50, 60 meter voor Zoë de Poortre. Dan weet ze wat haar eerste tussentijd is. Hier komt ze over de meet. Nu, tak! 1 minuut 17 seconden. Dat is behoorlijk goed, hè? Ja. We hebben al tijden gehad die iets sneller waren in het verleden, maar dit is zeker in de betere middenmoot, is mijn gevoel. En dan is het nu natuurlijk de bedoeling om dat vol te houden. Ja, ja. Om regelmaat en tempo te behouden. Het gaat goed, volgens mij. Het is wel een beetje vertraagd sinds het begin, maar dat is logisch. Ik denk wel dat ze het goed kan volhouden tot op het einde. Iets misschien dat interessant is voor jou. Ze kijkt ook heel erg uit naar het handenstand wandelen. Ja. Dus dan kan jij weer streng beoordelen straks of ze dat goed doet of niet. Ja. Maar ze was vooral heel blij, Zoë, dat ze eindelijk nog eens aan een wedstrijd kon deelnemen. Want dat is natuurlijk door alles wat met corona te maken heeft niet evident geweest. En ze doet ook nog een andere sport. Doe een gokje, Luca. Wat zou het kunnen zijn? Roeien. Roeien? Nee. Het is tennis. Tennis doet ze ook, Zoë de Poortre. Maar nu hoeft ze niet op een balletje te slaan. Nu moet ze gewoon spurten naar het einde. Spurtje. Het is geen echte spurt. Hè. Het is toch een beetje afzien en de meet proberen halen, denk ik. Want het gaat wel goed vooruit. Wat wordt haar eindtijd? Ah, het is op de tanden bijten. Daar ligt die streep. Daar is ze er. 2 minuten 46. Ze was vrij snel gestart in de tweede ronde. Ja, was het wat moeilijker, hè? Wat moeizamer. Ja. We kijken naar haar gelaatsuitdrukking. Het is vooral opgelucht dat ze er is. Ja. Ja, en dan is het na het bekomen van die loopproef meteen tijd voor deze proef, Luca, de burpees. Ja, ik denk ook dat ze misschien nu de mening zal horen van de leiders. Ze mocht iets meer uitstrekken, iets meer naar boven, maar het gaat wel goed vooruit. Ja, de meeste deelnemers die raken aan een stuk of 13, 14, 15 burpees. Dus dat is een beetje, denk ik, de uitdaging, het doel ook voor haar, voor Zoë de Poortre. In die laatste seconde, ze is er en het zijn er ook 14. Ja, een goeie. De volgende proef voor Zoë, dat is de vertesprong. De zon is even verdwenen, de temperatuur net ietsje lager, maar voor het springen is dat in principe niet echt van belang natuurlijk. 3 pogingen, wat was je indruk bij de eerste? Ja, niet slecht. Ze valt daar misschien wel naar achter, maar ik denk de sprong op zich niet slecht. Klaar voor haar tweede poging nu. De verte sprong. Ja, dat zag er net iets meer overtuigend uit. Dat was iets beter, ja. Maar er is nog altijd het spreekwoord derde keer, goede keer. Dat ook van tel kan zijn natuurlijk voor Zoë. We gaan het moeten bekijken wat dan de beste poging wordt van die 3.
Daar komt hij, de laatste verte sprong. Zoé. Ja, dan is het uiteindelijk, even kijken naar het overzicht, 2 meter en 6 centimeter. En nu moet je goed kijken, Luca. Ze heeft keiveel geoefend blijkbaar en gaat dat resultaat opleveren, de behendigheidsproef. Ik hoop het voor haar, ja. Het ziet er heel goed uit tot nu. En toch wel, ja. Kijk eens aan, 11 seconden. 11 seconden, dat is heel, heel snel. En dan nu het rope skippen. Kijk eens wat een snelheid. Ja, dit is haar ding. Ja, oeh. Gaat het toch weer mis, maar je kan zien een heel snelle herstart. Ongelooflijk, dit tempo. Dan kom je denk ik wel uit boven de 200 als ze dit kan vasthouden. Hoe vermoeiend is dit? Ik denk toch in diezelfde positie heel veel energie verbruiken. Dat zal toch wel verzuring meebrengen. Ja, ook in die armen natuurlijk, hè, want wat een inspanning. Een total body workout zou ik durven zeggen. Niet aan mij besteed, maar goed, dat is bij veel sporten het geval. In elk geval, we gaan kijken wat haar prestatie hier gaat worden. 1 minuut. Af en toe een keer een hapering ertussen. Maar dat betekent niet dat het geen goede hoge eindscore kan zijn. Ondanks het feit dat dit geen speedtouw is, zoals ze dus inderdaad gewoon zijn. Daar zitten we nu in de laatste seconde. De kaap van de 200, ja of nee? Er is nog een paar seconden maar voor deze Zoé. En 203, ze heeft het toch net gered. En dan ja, de bottleflips hebben allemaal geoefend thuis. Allemaal met een ander flesje, dat is jammer, want dat heeft hen niet geholpen. Maar dat betekent niet dat het niet kan lukken. Kijk, 1. Oké. Het blijft bij 1. Goed, dan is het tijd voor de proef waar Zoé naar uitkeek. Het handstand wandelen, Luca. Ja, ze begint er direct goed aan. Mooie vormspanning. Goed in balans, mooi rechtop. Voorlopig ziet dat er allemaal beheerst uit. Veel zelfvertrouwen. Je mag maar 30 seconden proberen natuurlijk. Dus dan waar je uitkomt, dat is je eind. Score je eind afstand. Dan denk ik dat we bijna aan die 30 seconden zijn nu. Hoeveel meter heeft ze al afgelegd? Nou, durf je gokken, Luca? Goh, iets van een 20? 19. En dan zijn we aan de laatste proef voor Zoé de Poorter, afsluitende proef van deze Outdoor Gymfed Cup. En wat een snelheid, wat een sprintsnelheid. Helemaal aan het begin van deze shuttle run. Een echte vliegende start. Oh, schuift daar nu een klein beetje uit op het gras. Ja, die explosiviteit, die heeft ze wel. Als ze dit kan volhouden, gaat het een hele mooie tijd zijn. Ja, maar het zal niet evident zijn, denk ik, om dit vol te houden, want de meesten die klokken toch af op een tijd van ongeveer 1,5 minuut. Dus dat is echt wel een inspanning van zowat 90 seconden volle bak lopen, spurten en koprollen. En koprollen. Telkens terug rechtkomen, opnieuw beginnen lopen. Niet de simpelste taak. Ja, ze is natuurlijk gewoon van in het tennis van ook korte spurtjes te doen van links naar rechts om die ballen terug te halen. Want dit is andere koek. Koprollen moet je in tennis niet doen. Toch niet als alles goed gaat. En nu? Nog een keer of 5, denk ik. Moet ze over en weer. 20 keer 12 meter, 240 meter. En de koprollen erbij. Gaat al wat nu gaat het moeizamer. Hè? Ja. Nu zakt die snelheid wel sterk. Maar toch, ze geeft niet op. De laatste hoor ik de juryleden haar meedelen, dus nog één laatste spurt. Het gaat niet meer hoor. Het is helemaal op voor Zoé de Poorter. 1 minuut 30 seconden. Helemaal tot het gaatje ging ze. Heel diep. Onze volgende kandidaten in deze Outdoor Gymfed Cup is Aagje de Vlieger. Zij is 18 jaar. Dat is 1,5 jaar ouder hè, dan Zoé, Luca. Ja. Oh ja, een beetje ouderdom erbij. Iets meer
nadenken over de dingen misschien. Zal haar een meer tactische aanpak zelfs. Wie weet. We zullen zien wat Aagje presteert. Ze is lid van gymclub Altis Eeklo. Ook dus afkomstig uit het meetjesland. In totaal namen 3 gymnasten deel van die club aan deze finale ronde. En zij is actief in het tumbling. Dus ja, een beetje dezelfde opmerking als een van de vorige tumblers. In principe ja, is het vooral snelheid, explosiviteit. En dat is hier niet meteen van doen natuurlijk. Niet meteen, ja. Voor de lockdown trainde ze 4 keer per week. Ja, door COVID was dat gezakt tot 2 maal per week. Haar favoriete onderdeel in de gymnastiek in het tumblen is alles met schroeven. Goh. Ja. Je hebt veel schroeven die je kan doen, maar ook veel salto's na elkaar natuurlijk. Het is meestal 1 van de 2 dat je heel leuk vindt. Of allebei. Zij is gymnaste van het A-niveau, allerhoogste niveau. En ze is, naar eigen zeggen, super, super competitief. Dus dat wordt interessant om te zien of ze Zoe kan verslaan of niet. Misschien gaat ze anders gefrustreerd naar huis. Maar in elk geval, we gaan kijken naar een eerste tussentijd. En dat is 1 minuut 29 seconden. 1 minuut 29 seconden, dat is 12 seconden trager dan Zoe bij haar tussentijd. Na 400 meter, haar tegenkandidaten. Dus ietsje trager gestart. Ja. Ze blijft wel op hetzelfde tempo lopen. Dus ze vertraagt niet, dat is al een goed teken. Mijn mooiste herinnering trouwens als gymnaste, dat zijn vooral de zaken in groep. De turnshows, de turnstages die ze in groep afwerkt. Dus ze is heel competitief, maar tegelijkertijd is ze ook echt een teamplayer, duidelijk. En nu zit ze toch in dat laatste stuk van de 800 meter. Ik vermoed nog zo wat 2,50 te gaan, Luca. Ja. Het gaat nog steeds goed eigenlijk. Hè. Ja. Niet de allersnelste, maar het gaat toch. De tweede ronde, ze lijkt goed te hebben ingedeeld. Want de tweede ronde is volgens mij nog van een gelijkaardig tempo. Of misschien zelfs beter dan wat er in de eerste 400 meter werd afgelegd door deze Aagje de Vlieger. Het eindsprintje komt eraan. Het is natuurlijk zaak om te zien of ze daar inderdaad nog kan inlopen. Hè, op Zoe. Ze was trager bij de tussentijd. Wat wordt de eindtijd? Zoe klokte af op 2 minuten 46. En daar komt Aagje de Vlieger met nog een spurt. En dat wordt een tijd van, kijk het, 2 minuten 56. Dus ze heeft de tweede ronde sneller gelopen dan de eerste. Maar ze is 10 seconden trager uiteindelijk dan Zoe. Bij de burpees haalde Zoe een aantal van 14. Wat doet Aagje hier bij dezezelfde tweede proef, Luca? Ja, het ziet er sneller uit. Dat gaat goed, hè? Zeer vlot. Op, neer, zit een goed tempo in. En dan zou het wel eens kunnen dat ze boven die 14 gaat eindigen. Dat aantal van 14 dat Zoe de poorter net liet noteren. We zitten er, denk ik, hier al boven. En dan is het... Noteren 17. Dat zijn er 3 meer. Tijd voor de vertesprong. Aagje de Vlieger, 18 jaar oud. Met poging nummer 1. De landing was niet helemaal goed, hè? Nee. Maar ze heeft er nog 2. Terwijl de andere kandidaten daar... staan mee te kijken, hè, of die techniek in orde is om misschien wat bij te schaven voor degenen die nog moeten springen. We zien ook al wat jongens staan uit de categorie 16 tot 18 jaar. Dat is voor de volgende aflevering natuurlijk. En dan, laatste poging voor Aagje. De focus, neemt haar tijd en de sprong. En dat is de beste van de 3 pogingen uiteindelijk. Een sprong van 2 meter en 1 centimeter, dat is wel ietsje minder ver dan Zoe, 5 centimeter minder ver. Ja, hier wordt het lastig denk ik voor Aagje om beter te doen dan Zoe, want dat was een fantastische tijd van 11 seconden. Dat is bijna niet te kloppen denk ik. Nee, ik denk dat een hele moeilijke tijd zal zijn om te kloppen. 11 seconden, dat is razendsnel. Ik denk dat dat ongeveer nu al moet gepasseerd zijn.
En dan moet er nog een been bij komen voor Aagje. Dus dan gaan we toch, denk ik, richting de 20 seconden. Uiteindelijk net geen 20, uiteindelijk 19. Aagje de Vlieger begint aan de ropeskipping proef. En ja, als tumbler het opnemen tegen iemand die uit het ropeskippen komt, dat is niet evident. Hè? Dus is het hier de schade beperken, denk ik. Ja. Maar het gaat toch heel vlot, een heel goed tempo. Heel goed. Mooi echt kaatsen op de voeten. Geen enkele twijfel voorlopig en ook geen enkele fout, geen enkele hapering. Ja, ik had het niet mogen zeggen, dat is de commentator's curse. Luca, ja. Kan beter zwijgen eigenlijk tijdens zo'n minuut rope skipping. Maar goed, we proberen wat duiding te geven en de focus is er nog altijd, ondanks dat ene foutje. Tempo is een beetje gedaald. Ja. Ja, dat is de vermoeidheid. Dat is zeker de verzuring van de benen, van de armen ook. Zo, hij had er uiteindelijk 203 omwentelingen. Hoe loopt het af voor Aagje? Aagje de Vlieger. Nog een hapering in de laatste seconde nu van deze minuut. Nog een keer blijft ze hangen en ze is er geraakt. De minuut is om 186. Dit blijft een van de moeilijkste proeven, want het is zo moeilijk om dat flesje water te laten landen zoals het moet, te laten staan. Een beetje hulp van de voet. Wat zeg jij, jurylid Luca? Ik denk dat dat telt. Een klein beetje steun, dat mag. 1 bottleflip noteren we en dan gaan we naar de 30 seconden handenstand. En daar had Zoe 19 meter. Dus dat is de afstand om te verslaan voor deze Aagje. Het ziet er niet slecht uit. Zeer goed tempo. Een oké vormhouding. Hoe ver zal ze gaan? 19 meter lijkt me wel haalbaar, hè, om te verbeteren. Nu zakken die benen een beetje, dan is het evenwicht wat weg, maar nog altijd ging ze verder en dat heeft inderdaad resultaat opgeleverd. 24 meter. En de laatste proef is als vanouds natuurlijk de shuttle run. 20 keer 12 meter knallen. Ze start ietsje minder snel, heb ik het gevoel, dan Zoe daarnet. Ja. Maar goed, indelen kan ook cruciaal zijn. Dat denk ik dat dat veel kan uitmaken, zeker naar het einde toe. Dat je niet strompelt naar het einde. Ze was iets minder snel Aagje in de 800 meter proef dan Zoe, maar dit is het kortere werk. En misschien is daar de explosiviteit als tumbling gymnaste toch een voordeel. Dan kan ze misschien beter presteren dan Zoe in deze proef. Terug omhoog te vliegen om een goede start te nemen na de koprol. Kan toch wel een voordeel zijn. We zitten aan de helft. Het is Moving Baasrode tegen Gymclub Altis Eeklo. In deze proef, in dit duel tussen Zoe en Aagje. Nog altijd een goed tempo hoor. Er is niet veel sprake van verzwakking. Dat was misschien bij Zoe iets lastiger om dat tempo aan te houden, maar Aagje slaagt daar goed in. Ja. Heel goed ingedeeld. En nog een spurt. We zijn er. En het is 1 minuut 26. Jawel, dat is 4 seconden sneller dan haar tegenkandidaten. Zoe. De proef met de schoen heb ik op training niet echt op geoefend, behalve op het moment zelf dat we het deden. Maar nu ging die ook beter dan op training, dus daar was ik wel blij mee. We moeten wel vaak burpees doen op training. Maar dan is de afwerking zeer belangrijk en nu heb ik dat eigenlijk volledig genegeerd en gewoon de snelste manier gezocht. En het ging wel beter. De slotbalans in deze categorie. Het was ropeskipping tegen tumbling. Het was Zoe de Poorter tegen Aagje de Vlieger. En het was super, super spannend, Luca. Ja, de shuttle run, paardensprong en de bottleflip waren super, super close.
En dat betekent dat uiteindelijk Zoe het heeft gehaald met 1 seconde en 700ste verschil. Spannender kan het niet. Onwaarschijnlijk. Proficiat. En dan gaan we naar een volgende aflevering natuurlijk. We blijven in deze leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar. We gaan naar de jongens met Benjamin van Hekken tegen Xander de Bruyne.